Je luistert en kijkt naar Debbie en haar mannen. Ja. En Gregor Bak is mijn man van de dag. En ik verheug me weer op dit uur. Ja? Ja. Dat heeft te maken met onze muziek. Want we krijgen lekker muziek, ja! Zo is het. Er is een nieuwe talentenjacht, Giel's talentenjacht. En daarin gaat Giel Beelen op zoek naar onbekende muzikanten. Die biedt hij dan een podium om bekend te worden. En er doet ook iemand mee uit Den Haag. Ze heet Sabina Hendricks. Ze zit bij de laatste 100 artiesten die nog over zijn. Ze zit ook nu op dit moment in onze huiskamer, klaar met gitaar. En naast haar René Kaai. Haags producer, die zit op zijn cagon, want die gaat er begeleiden. Ja, en ja. Gisteren bracht Sabina haar debuut-EP uit. En vandaar dat we dachten, we moeten toch maar eens eventjes horen hoe dat klinkt. Ja, natuurlijk. Fijn dat je er bent, Sabina. Graag gedaan. Een EP met hoeveel liedjes? 3 nummers. 3 nummers. Ja. Door jou geschreven? Ja, allemaal. Ja. Je bent echt een singer-songwriter. Ja. We hebben je er net in het vorige uur al even besproken als Brabants meisje uit Etten-Leur. Ja. Hoe ben je hier terechtgekomen? Nou ja, mijn moeder is uiteindelijk getrouwd met een Westlander. Oh, daar ga je al. Ja, daar ga ik al, ja. Dus ik heb eerst 12 jaar in Kwinsheel gewoond. Klein rotdorpje ergens in het Westland. Ja, ja. Ja, en nou ja, ik woon nu sinds, wat zal het zijn? Ja, vanaf denk ik mijn 16, 17, misschien iets later ben ik naar Den Haag verhuisd. En daar woon ik nu nog steeds. En als klein meisje, misschien nog niet in Etten-Leur, misschien al in Kwinsheel, altijd al met muziek bezig geweest, hè? Ja, dat begon al op de schommel. Buiten. Was ik al nummers van Whitney Houston aan het zingen. En ik kon alle kinderliedjes die ik op school had geleerd, kon ik al binnen een uur uit mijn hoofd of zo. Dus als ik toen ik thuis schommelen was buiten, was ik gewoon aan het zingen. En ik schommelde altijd zo hoog dat de buren mij konden zien. Dus die, en ook horen dan? Zwaaien, gewoon even zingen. Oh, vond het een soort Doppler-effect van Whitney Houston. Ja. Hoe klonk dat dan? Hedaai. Ik heb geen idee. Ze vonden, de buren vonden het wel leuk in ieder geval. Grappig, hoor. En toen is er een moment gekomen dat je dacht van, wacht eens even, ik kan ook zelf liedjes bedenken. Of hoe ontstond dat? Nou, dat begon eigenlijk op mijn 12e. Toen kwam de schoolmusical. En ik dacht van ja, ik wil wel zo graag optreden, maar ik had nooit het lef. Ik denk, ik ga het nu gewoon doen. Want ik moest gewoon echt alle moed bij elkaar verzamelen om dat te gaan doen. En toen heb ik uiteindelijk een karaoke-versie van Britney Spears, Baby One More Time, gebruikt. Om daar een Nederlandse tekst op te schrijven. Wat paste bij het thema van de schoolmusical. En dat was de zomer. Oké, dat was je eerste eigen liedje, tenminste qua tekst. Ja, qua tekst, ja. En later ben je ook eigen muziek gaan schrijven en bedenken. Ja, nou ja, dat begon ongeveer mijn 16e. Toen schreef ik ook mijn ex. En dat heette toen I'm Afraid. Ja, toevallig is een single van mijn EP, die heet Afraid. Maar dat was toen I'm Afraid. Dat was, ja, qua Engelse grammatica was het niet heel sterk. Het was gewoon heel simpel. Dat was eigenlijk mijn allereerste tekst. Maar daar heb ik eigenlijk toen nog niet veel mee gedaan. Ik ben echt eerst in bandjes gaan zingen. Okay. Gitaar gespeeld, van alles, van allerlei lessen gehad. Pianoles, gitaarles, zangles. Hmm. En ik ben eigenlijk sinds een paar jaar eigenlijk pas echt zelf mijn Engelse tekst aan het schrijven. Zullen we even luisteren hoe het klinkt? Dan kunnen we het zo meteen nog hebben over de talentenjacht waaraan je meedoet. Er zijn er natuurlijk heel veel, dus ik ben wel benieuwd hoe dat zo bij Giel is gekomen. Ja. Maar eerst laten we jullie maar eens horen. Wat ga je spelen? Ja, is goed. Het is het nummer wat ik eigenlijk voor Giel heb ingestuurd. Het nummer heet Life Goes On. Dat is het derde nummer van mijn EP ook. Some peace before thoughts crossing your mind. Suddenly your life is upside down, but there will be a day you can leave it all behind. Every dream is bright and you could cry, but life goes on. It's not as easy as it should be. No, it's difficult, but it may
Sabina Hendricks. En, applaus. Ja, dat vind ik, het klinkt altijd zo suf als ze dat met z'n tweeën doen. Dus het is staande ovatie van heel veel mensen voor jullie. René Kaai hoorde je ook op de achtergrond meezingen. En hij begeleidt haar op cajon. Ja, dat ging lekker. Jij bent de producer, René? Ik vind haar producer, ja. Ja. En hoe ben je aan haar gekomen? Nou, via een gezamenlijke vriend eigenlijk. Tenminste, ik speelde met Fabian en zo heb ik Sabina leren kennen. Okay. En toen kwam Sabina naar mij toe van... ik wil een paar liedjes opnemen. Ik zeg, oké, nou, dat is fantastisch, leuk, te gek. Ja. Dus, en ik ken haar natuurlijk alleen als zangeres. Dus toen zei nou, kom wel een keer bij je langs met een paar liedjes. Dus. En ik wist natuurlijk niet wat ze maakte. En ik hoorde allemaal hele goede liedjes voorbij komen. Dus ik was eigenlijk heel enthousiast. En ik dacht eerst, ja, wil ze een cajon of een basje erbij? Een beetje akoestisch. Maar uiteindelijk wilde ze dus gewoon een lekker bandgeluid. Dus wij hebben vol overgave een EP gemaakt, eigenlijk. Ja. En die EP, dan klinkt het liedje dus nog wat voller. Ja, dat is het echt een beetje poprock is het geworden. Dus dan echt met gitaarsolo's en hele koortjes. Wij noemen het ook echt de saplips, die adlibs die ik zing. Noemen we de saplips. Dat is nou echt een, losstand woord geworden bij mij. Ja, ja. Maar dus, hij noemt mij wel eens sap of sappie. Sappie voor sappie krijg je dan. Hey sappie, jij bent, René is niet de enige die jou goed vindt. Je bent dus bij Giel Beelen ook opgevallen. Die is bezig met een talentenjacht van slaapkamer naar stadion, zoals het genoemd wordt. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Nou, ik zag het op Facebook, zag ik een bericht verschijnen van je kon opgeven om een filmpje te uploaden. En ik van, ik ga het gewoon proberen. Ja, maar dat uploaden ging niet zo makkelijk, geloof ik. Nee, ik kreeg ineens een melding van in de wachtrij. Ik heb op een gegeven moment echt de hele nacht mijn pc aan laten staan. Ik dacht, misschien is het inderdaad de wachtrij, maar dat bleek gewoon een fout te zijn of zo. Dus ik heb op een gegeven moment de redactie heb ik gemaild. En dan zegt ze, ja, dat klopt niet. Zegt ze, nou ja, anders stuur het gewoon even via WeTransfer. En dat lukte wel. Dat heb ik gedaan en toen stond het eigenlijk binnen een dag op. Maar Sabina, Giel kiest de liedjes niet uit, hè? Dat zijn de kijkers of de luisteraars. Ook, onder andere. Kijk, er wordt gekeken naar de views, tenminste het aantal kijkminuten. Maar ook de reacties en duimpjes omhoog. Maar ja, ik stond op een gegeven moment op nummer 1 in de top 20. Had ziek idee. Ja. Maar Giel heb het denk ik waarschijnlijk gewoon zelf gezien, want... ja, toen kreeg ik ineens een telefoontje van de redactie van Giel's Talentenjacht. Van, wil je op de 3FM Awards komen spelen? Zo. Ja, dat was dus vorige week maandag. En heb je inmiddels achter de rug? Dat was te gek. Dat was helemaal geweldig, ja. Maar Sabina, want je hebt natuurlijk de Voice en X-Factor, Idols, weet ik het. Het komt ook allemaal weer terug als het is weg geweest. Dan kan je geloof ik een auto winnen of een platencontract. Dat is hier anders, hè? Het is niet zo'n soort wedstrijd. Iedereen in principe die verder komt, is dan eigenlijk een soort winnaar. Er komt niet echt een winnaar uit. Er blijft wel uiteindelijk een top 11 over een selectie. Mm-hmm. Het enige wat voordeel daarvan is dat je gewoon in contact kan komen met mensen in de muziekbusiness die je dan verder kunnen helpen. Ja, dus het gaat meer om contacten opdoen en bekendheid genereren eigenlijk. Ja, betaalde optredens overal nergens in de media. Ja, we betalen je dan niet, maar we willen je wel die airtime geven. Wil je nog een nummer doen? Ja, is goed. Ja? Ja. Sabina Hendricks, live met René Kaai op cajon. Wat ga je spelen? Het nummer Afraid. Dat is ook echt het eerste nummer van mijn EP. Afraid. Okay. Yes. Suffer, afraid of love to trust.
Yeah. Gaaf hoor. Ja. Sabina Hendricks, begeleid door René Kai op Cajon. En nog één vraag, Sabina. Wat kunnen we doen om jou in die top 11 te helpen... om te zorgen dat jij hoog blijft staan? Ja, na 10 april komt er een nieuwe challenge. Ja. En dan krijg je in principe een week de tijd voor... om weer een nieuw nummer te schrijven en een filmpje te uploaden. Maar dat filmpje moet natuurlijk nog eerst uploaden. Dus zodra dat filmpje... Er is, op dan... de YouTube-pagina komt van Giels Talentenjacht. Je kan ook gewoon naar gielstalentenjacht.nl gaan. Dan moeten we gewoon veel naar jou kijken. Ja, en dan kan je een duimpje omhoog geven. En het aantal views... view times... Ja, dat is van invloed op... De tijd dat mensen kijken, die telt mee. Oké, okay. Nou, allemaal dus kijken daar bij Giels Talentenjacht. En dan een duimpje omhoog. En vooral gewoon lekker vaak dat nummer opzetten. Wat nog gaat komen. Sabina, heel veel succes. En allebei heel erg bedankt. Ja, het nummer wat ik eigenlijk...